de volgende wegen komt filevorming voor. Breda-Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug 4 kilometer. Die filevorming waarover we dagelijks horen zal voorlopig wel niet verdwijnen. Ondanks de nog maar steeds niet aantrekkende economie wordt er dit jaar een recordomzet van 500.000 nieuwe auto's verwacht. Dat belooft dus weinig goeds voor de knelpunten op de grote autowegen. Voor de aansluiting met de autoweg Breda-Rotterdam 3 kilometer. Utrecht en Haag, ter hoogte van Zoetermeer en ter hoogte van Noordhoek. En waar veel nieuwe auto's verschijnen, daar worden steeds meer oude afgedankt. Overal in ons land vindt men dan ook vaak reusachtige autokerkhoven, waar de hoeveelheid wrakken maar langzaam afneemt. Sommige grote sloperijen bezitten een zogenaamde autopletter en andere zware apparatuur, waarmee de casco's versnipperd worden tot schroot. Overal in de wereld is er vraag naar schroot dat gebruikt wordt bij de fabricage van staal. Ook bij de hoogovens in IJmuiden wordt het toegevoegd aan het ruwijzer. En daarmee begint de kringloop opnieuw. Wit gloeiend stroomt de vloeibare massa in de staalpannen. Daarna wordt ze tot blokken gegoten, die eerst in de blokwalserij tot plakken en daarna in de warmbandwalserij tot dunne staalplaat worden uitgewalst. De fabrikanten van auto's krijgen de staalplaat op grote rollen geleverd. Europa alleen maakt momenteel zo'n 9 miljoen auto's per jaar. En Japan voert er jaarlijks ruim 1 miljoen in Europa in. En de potentiële kopers die trekken op gezette tijden massaal naar de autoshows om uit de glanzende symbolen van onze consumptiemaatschappij een keuze te maken. En de aanschaf wordt ook in deze moeilijke tijd bijzonder gemakkelijk gemaakt. Ondanks de dure benzine willen steeds meer Nederlanders autorijden. Blij dat ik rij is een leuze die meer en meer automobilisten nu voeren. Ook al vergaat die blijheid in de drukke centra van de grote steden vaak tot ergernis. Vooral als er lang gezocht moet worden naar een parkeerplaats. De auto is uit onze maatschappij niet meer weg te denken. Maar de blije rijders merken het dagelijks dat we er in Nederland al 4 miljoen hebben. 3 kilometer. Zaanstad Amsterdam voor de Koentunnel 5 kilometer. Utrecht en Haag ter hoogte van Zoetermeer en ter hoogte van Noordorp een file van 2 kilometer. Dit was het nieuws.